Zo, welkom. Een heel grote video vandaag. Gewoon ouderwets genieten met de Road to Glory. Speciale dank vandaag aan de topupstore.nl. Koop hier veilig en snel al je PlayStation, Xbox en thuisbezorgd codes. Goed, dit is ons team. En ik denk dat de meeste van jullie de laatste upgrades niet echt hebben gezien. Dat hebben we vooral tijdens de vorige Weekend League stream gedaan. Je zag Kanté en Neymar. Die heb ik gekocht. Bounou. Om de boel een beetje op chemistry te krijgen, net als Hakimi. Daardoor staat het eigenlijk allemaal vrij aardig. En op linksback zag je Evolutions Malasia. Dit zijn beelden van de dinsdagmiddag volgens mij. En Malasia zie je hier zijn tweede assist van de wedstrijd geven. Hartstikke leuk. En de bedoeling was dat ik hem af zou maken. Day 2. Maar dit zag ik op donderdag. Beetje zonde. Die pot verloren we nog trouwens. We kwamen 3-0 voor. Maar die pot verloren we van de Weekend League playoffs. Malasia weg. Te laat. Helaas. Gravenberg ben ik mee bezig, maar toen zag ik daar ineens, wow, wat een zieke evolutiekans is dat. Kun je een spits ingooien en ik zag online dat Memphis een van de beste opties zou zijn. Dus ik besloot Memphis gewoon te kopen. Extinct, 10k voor neerleggen als je geluk hebt überhaupt dat je hem snipt. 10k voor Memphis en die gooien we dus in die evolution. En daar kun je dus echt een heel goede kaart van maken. Vooral zijn pace, maar eigenlijk alles gaat uiteindelijk omhoog. Het enige ding is dat het wel behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. Goed, Memphis wordt dus van een normale gouden kaart zo'n prachtige Centurion-evolutie. En we moeten vooral gewoon potten winnen en doelpunten maken. Dat is wat we moeten doen. Malasia, ja, helaas. Leuk geprobeerd, we waren goed op weg. Maar Memphis gaat dus nu onze actieve evolution worden. En dus gaan we vlammen. We staan dus 0-1 in die Weekend League playoffs, omdat ik die pot van Malasia nog verloor. En we zijn op zoek naar doelpunten met Memphis. Dat was minuut 7 en dat was meteen zijn eerste goal. En hier, hoppatee, lekker doorgetikt. De tweede goal van Memphis na een goede actie van Neymar. Fijne speler. Ik speel hier nog vooral 4-2-3-1 en 4-1-2-1-2 smal. Dat zijn een beetje mijn formaties geweest. Maar straks heb ik een andere, een nieuwe. En daar ga ik straks op terugkomen. Dit is in elk geval 3-0, 3 goals van Memphis. En dit wordt zijn vierde. En dan is hij dus hartstikke goed op weg voor zijn eerste stapje in de evolutie. Krijgt hij de matchball en dan weet je dat hij dus goed op weg is. Dit is Correa, ploeggenoot van Memphis natuurlijk bij Atleti. En zij nemen de honneurs waar, hij en Griezmann. Want dit is twee keer Correa, prachtig. En hier komt een derde van Correa. Hij die het doet als invaller bij afwezigheid van Memphis eventjes. Want die maakt het in het eerste uur niet waar. We winnen die pot. En de pot daarna is het wel gewoon weer Memphis. Hop, actie. Three touch roulette. En nog even langs het keepertje met een lekker flair hakballetje. Zijn vijfde goal. Dat is top. Die is dan dus binnen. Dit is dan de pot daarna. Diep, diep in blessuretijd. Toch weer die Correa. En ik noemde hem al eventjes. Die andere Atleti ploeggenoot, namelijk Griezmann, valt ook vaak in. Dit is best wel lekker om te doen. Gewoon met flair even van dichtbij die balletjes terug afmaken. We moeten nog twee potten winnen en dan is die eerste stap gezet. Daarna wordt het echt heel arbeidsintensief allemaal. Deze potten zijn zwaar. Echt zwaar. Het zijn echt lastige potjes allemaal in die playoffs. Deze winnen we met 6-4. Echt bloed, zweet en tranen kost dat allemaal. En dit is dan vanaf de aftrap in die tweede pot. Althans, in pot 7 is het eigenlijk alweer. Dembele met een R1 dribbel. Doe ik niet vaak. En hij maakt hem ook niet zo vaak zo mooi af. Maar in deze pot dus wel. Die winnen we met 2-0 door dit doelpunt. Lekker gedaan. Wie is het die hem afmaakt? Volgens mij is het Memphis. Maar goed, hij had al genoeg doelpunten. Het ging om de overwinningen en die zijn nu ook binnen. En dus gaat hij naar 85. Vooral die pace boost plus 2 is lekker. Maar eigenlijk gaat bijna alles plus 1. Alleen verdedigen niet. Dan moet je er 10 winnen en nog eens 5 doelpunten maken. En vooral dat winnen is natuurlijk best een ding. We moeten dan nog 3 potjes in de Weekend League playoffs. Ik speel hier inmiddels 4-2-1-3. Die formatie vertelde ik gisteren ook over in de video op het main account, zeg maar. En dat is een lekkere formatie. In principe Neymar vanaf rechts, Dembele vanaf links, Memphis in de spits en daarachter Wesley Sneijder. Dat is gewoon hartstikke lekker. Terwijl we deze pot nog met 7-4 wonnen. Memphis met een doelpuntje en twee keer Danjuma. Maar het zijn allemaal echt lastige wedstrijden. Ik heb er tussendoor volgens mij nog één verloren. Waarschijnlijk hebben jullie het wel voorbij zien komen. En anders is dat jammer. Maar we eindigen de Weekend League playoffs uiteindelijk met 8-2. En Memphis is echt on a roll. Als je hem een beetje opzoekt, dan komt hij lekker aan zijn doelpunten. Dit is een goede actie van Danjuma. En die eindigt na heel veel gekaramboleer. Uiteindelijk niet in een doelpunt, maar wel in een nieuw moment waarbij we de bal toch weer kunnen veroveren. En Danjuma hier het balletje bij Memphis krijgt en die
poft hem binnen. 4-4, spanning en sensatie. En Snyder op aangeven van Memphis zorgt ervoor dat we hem winnen. En dus, ik zei het al, rang 3, 8-2. Even die rewardjes openen van de Weekend League playoffs. En daarin zit zowaar een goede spits. Tenminste, goede spits. Een goede informkaart. Hij maakte er 3 natuurlijk, hè, tegen Tottenham Hotspur. Deze Nicholas Jackson. Maar hij heeft ook heel veel kansen gemist. Dus eigenlijk is het ook een beetje extreem om die man daar nou een inform voor te geven. Want het was zo'n beetje het slechtste optreden ooit van iemand die een hattrick maakte. Maar goed, laten we niet altijd kritisch zijn op Chelsea. Want die shirts hebben een prachtige kleur. En Nicholas Jackson maakte er wel gewoon veel. Daar zagen we eventjes een en ander van Memphis. En nu zit ik even te denken wat we daar dan nog mee moeten. Hij heeft nog 7 overwinningen nodig. Klopt dat? Ja, zo stond het er als het goed is. Nog 7 overwinningen. En ik besluit om Kanté in vorm te kopen. Kost zoals je zag iets van 72k. Dan hebben we nog Rivals Rewards klaarstaan. Ook hartstikke lekker. Maar Kanté vond ik al fijn. Velen zeiden op stream van, die is niet meer zo goed als vroeger. En dat klopt ook wel. Toen kostte hij sowieso altijd 3 ton. Gewoon zijn basiskaart. Maar deze Kanté, als je hem goed gebruikt, hij heeft die fijne playstyle plus van ballen onderscheppen. En als je hem daar puur voor gebruikt, is hij echt waanzinnig goed. Deze Inform 70k is net nog even wat sneller, net even wat beter in alles. En ik besluit het dus op deze manier neer te zetten. Snyder achter dat trio voorin. Memphis heeft geen goals meer nodig. Dit is allemaal in rivals. Maar we hebben wel overwinningen nodig. En man. Ik vind het echt een gruwelijke toevoeging aan de game, die Evolutions. Het is ook slim van EA, want je blijft daardoor toch weer meer FIFA spelen. Maar het is ook leuk. Ik vind het leuk bedacht. Het is een leuke manier om zelf voor echt tastbare beloningen te gaan. Je moet er hard voor werken. Het is gewoon veel werk. En dit is allemaal op de donderdag gespeeld, die Rivals potten. En zoals je hier ziet, winnen we ze ook niet allemaal. Dat is dus het vervelende ervan. 3-4 verliezen we deze tegen Mauro Icardi. Die heeft zich snel populair gemaakt bij de Chimbom fans, denk ik. Maar ja, die 4-3 zorgt ervoor dat we nog 5 overwinningen nodig hebben. Dit is de 2-1 van Neymar. En hier, lekker weer. Neymar zorgt direct ook voor de 3-1. 3 goals van hem in een minuut of 7, geloof ik. Dan hebben we dus nog 4 overwinningen nodig. En dit is dan heel vlot allemaal. En we maken hier geen 3-3 met Memphis. Ongelooflijk. We missen kans op kans. En we hebben het echt tot de 93ste minuut. Dat is het 91ste minuut nodig om nog gelijk te maken. Maar ja, dat schiet allemaal niet op. Zoeken gelijke spelen. Hier weer een nederlaagje. Mensen die lieven. Disconnectjes. Het is echt met bloed, zweet en tranen. En ja, van Memphis hoeven we niet eens meer veel te verwachten, want hij heeft zijn doelpunten wel binnen. Het was een lekkere goal na een McGeady spin van Neymar. En dan zijn we hier weer in minuut 2. Hoppatee, Memphis die zich toch weer een keertje laat zien. En Wesley Sneijder, zijn landgenoot, zorgt daarvoor de beslissing. Nog 2 potten winnen. Griezmann, hier heel belangrijk. In minuut 80 pas met de 4-3. En weer die andere man van Atleti. Dit is een fijne kaart trouwens, die Centurion Correa. Die packte ik toen. En die kostte ook iets van 100k volgens mij. Die heeft best wel veel. Het is gewoon een snelle jongen, heeft een goed schot. En redelijk allround kaartje wel. Dit is Neymar, die ons terugbrengt in de wedstrijd. 2-0 achter. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Het is gewoon allemaal harken geblazen. Het zijn wel lekkere goals, maar deze wedstrijd eindigt in 2-2. De wedstrijd daarna staan we weer 2-0 achter. Ja, het is gewoon taai. Het is bijna Weekend League, man. Ik heb hier echt 5 of 6 uur zitten spelen volgens mij op de donderdag. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ook deze pot eindigt dan in 2-2. 2 keer op rij. Hij lieft gewoon. Zag je dat? Die gast lieft gewoon bij 2-2 nadat we terugkwamen. Echt dat soort mensen, jongens. Aan de spreekwoordelijke galg ermee. Dit is dan onze 13e pot Rivals. We hadden 7 overwinningen nodig. Ja, zo gaat het dan dus. Snyder hier met de 4-2, de verlossende 4-2. En hier wurmt hij zich tussen die verdedigers door en prikt onze kale kleine verdette de 5-2 binnen. Neymar nog met een slotakkoord. Oh nee, dit is vooral hoe deze potten Rivals aan hebben gevoeld. Veel kansen missend, maar Memphis is nu 86. Tijdens de Weekend League de komende dagen gaan we er een 87 van proberen te maken. Ik ben er enthousiast over. Dit kan echt een goede kaart worden. En straks komen er weer verdere evoluties waarschijnlijk. Ik vind het een leuk systeem. Dit is ons team. Echt een waanzinnig goed team. Zeker als ik fit ben en niet te veel potten achter elkaar hoef te spelen. Man, wat een drama. Maar ik heb er zin in, jongens. Dit weekend weer livestreams. Ik heb geen Formule 1. Dat geeft iets van rust. Geeft me iets meer tijd. Dus we gaan er het beste van proberen te maken. Thanks voor het kijken. Adios. Ciao, ciao.